Voordien waren we namelijk actief in de beveiligingsbranche. Dus voor toegangskaarten, identificatiekaarten voor medewerkers. En nu in de laatste 8 jaar is de markt geopend naar de toonbankkaarten voor de voedselmarkt. En dat blijkt toch wel flink te groeien. Toonbankkaarten, dat zijn kaartjes die voornamelijk bij slagers, visboeren, groenteboeren onder de toonbank staan. En waarbij hun product duidelijk staat weergegeven en ook alles wat erin zit. Het is noodzakelijk inderdaad om weer te geven wat er in je product zit. Allergenen, bepaalde bestanddelen die er in je voedsel zitten. Je wil natuurlijk weten wat je eet, maar het is ook belangrijk om te weten wat je niet eet. Het is puur PVC. De lint wordt ook echt ingebrand. Dus vandaar dat het ook eens veilig is om met voedsel samen te gaan. Het besmet het voedsel niet en het vel dat hecht zich heel moeilijk aan de PVC-kaarten. Waardoor het goed is om dat met voedsel te combineren. Wij leveren een totaaloplossing. We leveren alles aan. De printers, de linten, de kaartjes, de software om de kaartjes te ontwerpen. Dus eigenlijk kan je erop plaatsen wat je wilt. Wil je een bedrijfslogo erop hebben? Dat kan. Wil je allergenenafbeeldingen erop hebben? Dat kan ook. Kan alles wat je erop wil hebben, dat kan erop. Je hoeft geen expert te zijn om met de software om te kunnen gaan. Over het algemeen een beetje ermee rondspelen, dan kom je daar wel mee uit. Maar het mooie aan ons bedrijf is dat we ook volledige ondersteuning daarbij bieden. We hebben meerdere hotels die gebruik maken van onze kaartprinter. Heel veel slagers, ik denk, we hebben pakkenweg 1200 keurslagers in Nederland. Waarbij ongeveer de helft een kaartprinter van ons heeft staan. We hebben alles op voorraad. Als er dusdanig iets mis is met de printer zelf, het eerste wat we altijd doen is dat even de computer overnemen. Want 90% van de keer is het te regelen met de instellingen van de computer zelf. En als er echt technisch iets mis is, dan hebben wij een servicecenter in huis. En over het algemeen heb je printer binnen een week terug. We zijn wel andere producten aan het bekijken inderdaad en kijken of we dat misschien uit kunnen breiden. Maar momenteel hebben we aan Evolus producten meer dan genoeg. Het aanbod wat er is en de mogelijkheden die er zijn binnen het aanbod, dat is al meer dan voldoende om uit te kunnen breiden.